Restaurant de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven is sinds 1979 onafgebroken in het bezit van een Michelinster. En dat is voor een groot deel te danken aan chef-kok Peter Koen. Die heeft zich 38 jaar lang met ziel en zaligheid ingezet. Maar nu, na zoveel jaar, draagt hij het stokje over. Het meeste missen natuurlijk op de eerste plaats het vak, hè? Dus het allermeeste. Dus dat is mijn met hele leven geweest, koken. Vingerspitsengevoel, buikgevoel, heel veel emoties stopt in zijn eten. Nou kijk, 38 jaar is niet niks. En ja, je bent er een stukje één geworden met het bedrijf, met de familie, met bepaalde mensen die ook al langer hier werken. En dat zal best niet makkelijk zijn. Hij geeft zoveel van zichzelf in de gerechten. Hij geeft echt heel veel liefde en zijn hele eigen hebben en houden in de gerechten die je op tafel krijgt. Chef Rob van der Veeken is een opvolger. Hij kookte hiervoor bij restaurant De Kazerne in Den Bosch. De nieuwe chef haalt alles uit de kast om die belangrijke Michelinster te behouden. Dat je dan gevraagd wordt om hier te mogen komen werken en dat je dan te zijn tijd in meneer Koen mag gaan vervangen. Zover dat kan eigenlijk niet, hè? Maar gewoon af te lossen, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk gewoon een eer. Ja, dat is gewoon om dat hier te mogen doen. In mijn stad Eindhoven, zeg maar, is dat al fantastisch. Het heeft een hele periode geduurd, zeg maar, tot we de juiste persoon gevonden hebben. Ik denk dat we op dit moment zover zijn dat ik inderdaad met een gerust hart weg kan gaan. Ook al is het vertrouwen in zijn opvolger groot, voor Koen blijft het moeilijk om na zo'n lange tijd los te laten. Hij kent het restaurant door en door en is er eigenlijk niet weg te denken. Ik heb mijn steentje proberen bij te dragen met al het klassieke wat ik geleerd heb, met de tradities, met de basis van al het koken. En dat wil ik hem meegeven, maar we mogen er zelf een nieuwe draai aan geven. En dat is gewoon heel belangrijk naar de toekomst toe. Ja, het is natuurlijk in het begin even aftasten, hè, hoe gaat, omdat het natuurlijk al, het is geen nieuwe opstartende zaak, het is een lopende trein eigenlijk. En om daarin te komen, ja, dan moet je even de tijd voor pakken, dan moet je ook niet overhaasten, dan moet je gewoon rustig aan doen, dan moet het goed gaan. Het gevoel moet goed zijn en dat zit goed. Voor de gasten verandert er niet zoveel. De gastvrijheid van de Karpendonkse Hoeve blijft en ook veel gerechten blijven op de kaart staan. Maar wel met een frisse kijk van een nieuwe chef. Subtiele dingetjes zullen veranderen. Er zal wat meer signatuur van Rob inkomen. Hij heeft daar zijn eigen manier voor. Maar tegelijkertijd is het wel heel leuk dat hij ook de dingetjes van Peter in ere wil laten. Een zaak met traditie, zeg maar die wel openstaan voor veel vernieuwingen. En ja, ik hou van een klassieke basis. Gewoon echt eten, zonder een hoop poespas. Maar wel zo ja, creatief mogelijk goed presenteren dat het wel vernieuwend is en van deze tijd. Chef Koen houdt nog een tijdje de boel in de gaten. Maar begin 2018, dan vertrekt hij echt.